1. Wat, maar 1? Dat is schaaps voor welkom bij een nieuwe Let's Play. Of nee, hallo allemaal, leuk dat je kijkt vandaag. Hallo allemaal, leuk dat je kijkt vandaag een nieuwe Let's Play. Dat is schaaps voor... Oké, laat maar. Ik ga niet eens mijn moeite doen om dat te zeggen. Spring, spring. Ja, ja. 2, 3. They see me walking. Hey, Dean. The forest, no scots went. Ik kan er niet bij. Oh, laat maar, we moeten hier niet eens heen. Want er is een nieuwe quest. God. Ik ben de tel. Ja, ik accepteer weer alle verzoeken. Wow, zie hoeveel er online zijn. Oké, die heb ik net allemaal geaccepteerd. Daar kan het natuurlijk aan liggen. Anouk is echt niet druk hoor. Hallo jongens en meisjes. Leuk dat jullie kijken naar de Let's Play. Anouk, niet doen. Oh, je stinkt uit je mond. Anouk. Wil je daarmee? Zie je dat staart? Zie je dat ik erbij sta? Ga gewoon even voor een beetje. Anouk, ga even verder naar dat dingetje waar je mee bezig bent. Ik weet niet eens waar meest bezig is. Ten zuidoosten. Nooit op zondag werken. Zondag nooit op werken. Werken nooit op zondag. Kijk, dit is mijn mooie kunstje. Oh my god. Look at her. Ja, het klopt. Mijn paarden zijn niet zo heel erg blij, want ik ben gisteren niet online geweest. Oh ja, ik val even gelijk binnen met de vraag. Wat zouden jullie willen doen? Wat moet ik doen als ik 3000 abonnees heb? Als ik 3000 abonnees heb. Ja, als het nou stopt op de 2999... Ja, dan krijg je natuurlijk geen coole video of zo, hè? Nou ja, zet even onder in de reacties wat ik zou moeten doen. Ontmoet Butterfly. Begroet Butterfly. Waar is Butterfly? Oh, dat is Butterfly. Oh, wat een mooi paard. Oh. Butterfly stijgert. Doei. Een botervlieg. En we doen natuurlijk mee op theezakje. Of wat? We rijden even op theezakje. En ja, morgen heb ik heel veel tijd. Want morgen ben ik... Oh nee, wacht. Ik heb vrijdag heel veel tijd. Oh, wow. Dit is een nieuw parcours. Begin opnieuw. Morgen heb ik niet zoveel tijd. Want mijn zusje heeft een liptip. En die gaat zij maken. Een liptip is een ding. Wat heel mooi is. Ik ben Anouk. Anouk, zou je alsjeblieft even met rust kunnen laten? Maar hij is aan het
Ja, dus. Ik heb niks te doen. Dus. Als je aan de lade is, heb ik niks te doen. Ja, maar dan kun je eten. Heb ik al, ik heb mijn brein al afgegeten. En ook, ik hoorde dat hij net een geluidje maakte. Ga dan maak. Oké. Wat wil je heel graag doen? Ja, Simpson, maar hij is in mijn bladen. Ja, maar wat kun je ondertussen altijd doen als je even moet wachten? Naar de wc gaan natuurlijk, Anouk. Oh, wat een mooi paard. Spring, you can do it. You can do it zelf. Hij springt niet. Oh my god, hoe slecht. Hij kan niet springen. Hier het kan niet springen. Hier het kan niet springen. Hier het kan niet springen. Anu, kun je nu even ophouden? Nee, als je dat quest eens een keertje doet van Star Stable, dan weet je waar ik het over heb. Ik kijk wel wat mensen zeggen tegen me, hoor. Het is niet dat fans niks voor mij betekenen of zo. Ik bedoel, mensen denken echt dat ik vind dat fans helemaal niks zijn of zo. Maar door jullie heb ik zo'n groot YouTube-kanaal. Natuurlijk vind ik dat jullie gewoon... Kom op. Het enige wat ik gewoon... Ja... jullie zijn soms heel irritant. Wat doet hij? Dus... Ik wil gewoon... Graag. Kijk, ik vind het... Jullie zijn echt cool. Echt waar. En ik heb ook echt... Jullie betekenen... Oh, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar... Oké, ik kan jullie het best vergelijken met mijn zusje. Kijk, Anouk is mijn zusje. Anouk, die is heel aardig en zo. Maar ook irritant. Jullie zijn eigenlijk een beetje... Jullie lijken een beetje op haar. Het klinkt echt super lullig wat ik allemaal aan het zeggen ben nu, maar... Oké, laat maar. Weet je... Poort. Dus ik wil gewoon... Ik weet niet hoe ik het uit kan leggen. Want als jullie mij zouden zijn... Ja... Ja, als je mij bent, dan snap je me. Maar... Het is gewoon... Irritant. Nee, ja, dat weten ze nu al wel. Maar jullie betekenen... Echt, jongens. Jullie... Oké, jullie zijn... Echt letterlijk alles voor me. Alles. Ik kan niet stoppen met praten over mijn YouTube-kanaal. Ik kan
probeer iedereen te dissen altijd met mijn YouTube kanaal, omdat ik zoveel YouTube kanaal heb en zoveel abonnees heb en die kinderen niet. En jullie hebben me ook echt geholpen om weer zelfvertrouwen te krijgen, want die had ik even niet. En jullie zijn gewoon zoveel voor mij. Echt. Alleen het stalken. Ik vind het niet erg of zo. Maar kind, jullie denken allemaal dat ik voor iedereen tijd heb. Maar dan zou ik voor... Nee, en ook, ik ben nu aan het praten. Jij hoeft niet alles... Jullie zijn superveel voor mij. Ik kan niet stoppen met praten over mijn YouTube-kanaal en alles. Alleen... Jullie denken allemaal dat ik voor iedereen tijd heb. Maar dan zou ik voor ergens in eind 2000 mensen tijd hebben. Voor zoveel mensen. Terwijl ik eigenlijk ook gewoon een mens ben. Ik ben gewoon Judith Kingland. Ik heb dan wel een groot YouTube kanaal. Maar ik ben nog steeds zoals jullie allemaal. Ik ben allemaal, net zoals jullie allemaal, in level 0 begonnen. Ik ben net zoals jullie allemaal de eerste keer Star Rider geweest. Ik ben net zoals jullie allemaal de eerste keer een nieuw paard gekocht. Ik ben alles net zoals jullie. Ik ben hetzelfde zoals jullie. Alleen, ik heb een... Ja, alleen ik heb gewoon een groot YouTube kanaal. En dat jullie me cool vinden... Oké, ik had me waarschijnlijk als iemand zoals Lisa Discofield... Nou, die vind ik ook heel erg cool. Maar ik ga haar niet stalken, want ik weet hoe het voelt om dat de hele tijd mensen achter je aanrennen. Gewoon... Het klinkt zo lullig, maar ik bedoel het niet lullig. Ik wil met jullie allemaal vrienden zijn, maar het punt was dat ik niet... Waarom stapte ik van mijn paard af? Het punt is dat ik niet... vrienden met jullie wou worden. Omdat ik wist dat ik heel veel mensen teleur ging stellen. Als ik dat met de helft of met 10 mensen wel vrienden kon worden, om er bewijs van spreken. En met 30 mensen niet. Dat vind ik gewoon gemeen. Dat de een wel de kans krijgt en de ander niet. Maar jullie vinden me dan weer gemeen. Omdat ik dan jullie niet als vriend wil hebben. Maar ik wou jullie niet als vriend hebben omdat ik bang was dat ik weer andere mensen teleur zou stellen. Alles wat ik doe, daar heb ik een reden voor, jongens. Echt waar. Nou ja, we beginnen met Let's Play's niet dan. Maar waar ik door blijf voor vechten is voor jullie... Ik heb zo best wel veel haters. Maar ik kan ze negeren. Dat lukt me best wel goed. En ik wil... Het is gewoon zo moeilijk uit te leggen. Ik kan het niet uitleggen. Wat ik al zei, jullie betekenen zoveel voor me. Als je me in het echt had gekend... dan had je me irritant gevonden... dat ik alleen maar hierover kan praten. Ik kan alleen maar over mijn YouTube-kanaal praten. Voor de rest nergens over. Nou ja, Billy, maar... Je snapt wat ik bedoel. Jullie zijn gewoon zo'n groot deel van mijn leven. Maar ik ben bang om jullie teleur te stellen. Dat is ook waarom ik door blijf gaan met Let's Plays. Want ik heb gewoon echt de tijd gehad dat ik het gewoon niet meer zag zitten. Dat was dus waar die persoonlijke reden, om zo te zeggen. Ik had staat dus van... Ja, ik heb een persoonlijke reden om geen video's te maken. En op start zijn. Maar eigenlijk was het gewoon omdat ik er gewoon geen zin meer in had. Maar toen bedacht ik me, ik heb zoveel mensen. Ik heb bijna 3000 mensen die elke dag wachten op een video. En ik vind het gewoon niet leuk om jullie teleur te stellen. Dus dat is waarom ik altijd door blijf gaan. En
Soms dan ben ik hard naar sommige mensen toe, naar sommige fans. Bijvoorbeeld als iemand zegt hoi en ik reageer niet. Of diegene die zegt van ja, antwoord eens een keer en dan stuur ik een puntje. Maar wat ik net zeg, ik kan niet. Als ik met de een praat, verwacht dat gelijk iedereen dat ik met degene ga praten. En dat lukt niet. En ik probeer echt niet zielig te doen of zo, maar het is gewoon zo. En dat is dus gewoon de reden waarom ik geen vrienden wou worden met jullie. Omdat ik bang ben om mensen teleur te stellen. En zoals ik al zei, jullie hebben mijn zelfvertrouwen super erg weer omhoog gekregen. Ze horen je niet. Oh, in ieder geval, jullie zijn gewoon zo'n groot deel van mijn leven. Dus ja. En als iemand zegt bijvoorbeeld dat ik arrogant ben, dan ga ik juist zeggen dat ik arrogant ben, omdat diegene dat dus zegt tegen mij. Ik wil jullie gewoon graag. Ja, ik wil dus. Ik wou geen vrienden worden, omdat ik dus bang ben gewoon om mensen teleur te stellen. En dat is. Zoals ik al zei, mijn zelfvertrouwen was laag. Maar nu. Het kan natuurlijk ook aan de middelbare school liggen, maar. Nou ja, vroeger. Als een kind van 14 of zo tegen me ging praten. 14, wat? 16 of zo tegen me ging praten van: wat doe jij nou weer? Dan zeg ik: nou, vroeger. Was ik bang dat die mensen me dan gingen uitschelden als ik iets zei, weet je wel. Maar nu ga ik gelijk erop in van, dan kan ik net zo goed aan jou vragen. Wat doe jij dan? Of zo, weet je wel. Dat is ook echt, als je naar de middelbare school gaat, echt. Je denkt nu echt van, ja, groep 8 is het leukste jaar en alles, maar. Geloof me, dan is het het leukste jaar. Maar zodra je in de eerste zit, dan denk je, wow. En dan denk je na een paar weken al, wow, waar was ik nou bang voor? En na een paar weken, meestal denk je dat eigenlijk allemaal na de eerste week. En de leraren zijn echt aardig, geloof me. Tenminste, wel op mijn school dan, hè. Bij mij werd er gezegd in de klas van, ja, die leraren, dat boeit hun helemaal niks als je een onvoldoende haalt. Nou, het boeit hun dus wel wat. Want als. Een meisje die doet bij mij, gaat bij mij een niveau lager doen. Maar dat vonden alle leraren oprecht niet leuk. Er was ook een meisje in mijn klas en die had een hersenkneuzing. Dat vonden ze oprecht stom. Maar zij is gelukkig wel overgegaan. Dus ja. En dat soort dingen. Ze zijn heel. Ze lijken best wel op je meester en juf van nu. Alleen het zijn er heel veel. En je maakt zoveel nieuwe vrienden. Tenminste, ik dan, hè. Ik kan niet zeggen dat jullie zo vrienden maken, maar. Gewoon doen zoals je bent. Nou ja, ik snap als je in het begin wat anders doet. Heel eerlijk gezegd, deed ik ook een beetje in het begin wat anders. Omdat ik bang was dat mensen me niet aardig vonden, maar op een gegeven moment. Dan ontmoet je wel mensen waarvan je denkt van hier voel ik me wel fijn bij. Oh my god, eeuw. Maar op een gegeven moment moet je wel kinderen waarbij je je fijn voelt. Misschien is het niet in je eigen klas, maar in een andere klas.
Nou ja, dan is het lekker in een andere klas. Dan maak je lekker veel vrienden in andere klassen. Je gaat bij die mensen vanzelf al in de pauze zitten. Nou, wij gingen nog met een andere klas op kamp. Ja, sindsdien heb ik denk ik ongeveer 20 abonnees erbij. Ja, oké. Ik kan jullie wel vertellen wat er gebeurde. Nou, er was ook een trampoline daar. En we waren een beetje aan het kloten met elkaar. En op een gegeven moment zei ik zo van ja. Want zij zei de hele tijd, ja, ik kan goed, super goed springen en zo. En ik mocht niet springen wegens mijn hielspoor. En toen zei ze van, en wat kan jij dan? Wat kan jij dan? Ja, ik heb een YouTube-kanaal. Oh my god, oh ja, cool. Hoeveel abonnees heb je? Ja. Ik had er toen, ik weet niet hoeveel. Ik had het toen wel ergens in de 2000. 2000 en een half? 2500? Dat denk ik. En ja. Als ik nu voorbij kom lopen. Als ik. Oh ja, alsjeblieft. Volgende mensen, ga niet steeds vragen van Judith, mag ik je wat vragen? Want vraag gewoon wat je wil vragen. Zoals jij, Sophie, nee, Gitilian Siaom. Vraag gewoon wat je wil vragen. Want als je steeds zegt, ja, Judith, mag je wat vragen? Dan krijg je eerder het antwoord nee. Gewoon omdat ik het grappig vind om nee te zeggen. Oh ja, als ik hard tegen je doe, is dat niet persoonlijk, hoor. Dus ik hoop echt dat ik wat meer duidelijkheid aan jullie heb gegeven door dit allemaal. Dus ja, zet even onder in de reacties wat ik moet gaan doen voor de 3000 plus. Als ik die dan ooit haal, hè. Als. Ja. Ik heb echt geen zin meer in het quest, maar we gaan het afmaken. Ik wou dat je dat die vier. Via Liant of zo van jouw poppetje werkt. Ik zie mijn poppetje niet eens. Staat een beetje te forceren. Ja, yeah. Oké, dus dit was de let's play. Ik weet, het was echt heel veel gepraat en zo. Veel dingen verteld. Dus ja. Jullie kunnen onderaan de reacties neerzetten. Dus wat ik moet gaan doen voor de 3000 plus. Als ik die dan ooit haal. Het kan van alles zijn. Ik zeg maar wat. Een nieuwe serie. En dan wordt. 3000 is veel, dus het mag iets groots zijn. Het mag iets van slijg zijn. Maakt niet uit wat je wil. Misschien wel meerdere dingen. Dus zet het onder in de beschrijving. En dit was Let's Play. Doei! Nee, ik heb gewoon een groot YouTube-kanaal. En dat jullie me cool vinden. Oké, ik had me waarschijnlijk als iemand. Zoals deze Lisa Discofield. Nou, die vind ik ook heel erg cool. Maar ik ga haar niet stalken, want ik weet hoe het voelt om.
dat de hele tijd mensen achter je aanrennen. Gewoon. Het klinkt zo lullig, maar ik bedoel het niet lullig. Ik wil met jullie allemaal vrienden zijn, maar het punt was dat ik niet. Waarom stapte ik van mijn paard af? Het punt is dat ik niet. Vrienden met jullie wou worden. Omdat ik wist dat ik heel veel mensen teleur ging stellen. Als ik dat met de helft of met 10 mensen wel vrienden kon worden, om er bewijs van spreken. En met 30 mensen niet. Dat vind ik gewoon gemeen. Dat de een wel de kans krijgt en de ander niet. Maar jullie vinden me dan weer gemeen. Omdat ik dan jullie niet als vriend wil hebben. Maar ik wou jullie niet als vriend hebben omdat ik bang was dat ik weer andere mensen teleur zou stellen. Alles wat ik doe, daar heb ik een reden voor, jongens. Echt waar. Nou ja, we beginnen met Let's Play's niet dan. Maar waar ik door blijf voor vechten is voor jullie. Ik heb zo best wel veel haters. Maar ik kan ze negeren, dat lukt me best wel goed. En ik wil. Het is gewoon zo moeilijk uit te leggen. Ik kan het niet uitleggen. Wat ik al zei, jullie betekenen zoveel voor me. Als je me in het echt had gekend, dan had je me irritant gevonden dat ik alleen maar hierover kan praten. Ik kan alleen maar over mijn YouTube-kanaal praten. Voor de rest nergens over. Nou ja, Billy, maar. Je snapt wat ik bedoel. Jullie zijn gewoon zo'n groot deel van mijn leven. Maar ik ben bang om jullie teleur te stellen. Dat is ook waarom ik door blijf gaan met Let's Plays. Want ik heb gewoon echt de tijd gehad dat ik het gewoon niet meer zag zitten. Dat was dus waar die persoonlijke reden, om zo te zeggen. Ik had staat dus van. Ja, ik heb een persoonlijke reden om geen video's te maken. En op start zei, maar eigenlijk was het gewoon omdat ik er gewoon geen zin meer in had. Maar toen bedacht ik me, ik heb zoveel mensen. Ik heb bijna 3000 mensen die elke dag wachten op een video. En ik vind het gewoon niet leuk om jullie teleur te stellen. Dus dat is waarom ik altijd door blijf gaan. En soms dan ben ik hard naar sommige mensen toe, naar sommige fans. Bijvoorbeeld als iemand zegt hoi en ik reageer niet. Of diegene die zegt van ja, antwoord eens een keer en dan stuur ik een puntje. Maar wat ik net zeg, ik kan niet. Als ik met de een praat, verwacht dat gelijk iedereen dat ik met degene ga praten. En dat lukt niet. En ik probeer echt niet zielig te doen of zo, maar het is gewoon zo. En dat is dus gewoon de reden waarom ik geen vrienden wou worden met jullie. Omdat ik bang ben om mensen teleur te stellen. En zoals ik al zei, jullie hebben mijn zelfvertrouwen super erg weer omhoog gekregen. Ze hop. 1. Wat, maar 1? Dat is schaaps voor welkom bij een nieuwe Let's Play. Of nee, hallo allemaal, leuk dat je kijkt vandaag. Oh, 2. Hallo allemaal, leuk dat je kijkt vandaag een nieuwe Let's Play. Dat is schaaps voor. Oké, laat maar. Ik ga niet eens mijn moeite doen om dat te zeggen. Spring, spring. Ja. Ja. 2. 3. They see me walking. 18. Tevoren Snow Scots went. Ik kan er niet bij. Oh, laat maar. We moeten hier niet eens heen. Want er is een nieuwe quest.
god. Ik ben de tel. Ja, ik accepteer weer alle verzoeken. Wow, zie hoeveel er online zijn. Oké, die heb ik net allemaal geaccepteerd. Daar kan het natuurlijk aan liggen. Anouk is echt niet druk hoor. Hallo jongens en meisjes. Leuk dat jullie kijken naar de Let's Play. Anouk, niet doen. Oh, je stinkt uit je mond. Anouk. Doe je daar mee? Zie je dat staat? Zie je dat ik erbij sta? Ga gewoon even voor het Anouk, ga even verder naar dat dingetje waar je mee bezig bent. Ik weet niet eens waar mee is bezig. Ten zuidoosten. Nooit op zondag werken. Zondag nooit op werken. Werken nooit op zondag. Kijk, dit is mijn mooie kunst. Oh my god. Look at her. Ja, het klopt. Mijn paarden zijn niet zo heel erg blij, want ik ben gisteren niet online geweest. Oh ja, ik val even gelijk binnen met de vraag. Wat zouden jullie willen doen? Wat moet ik doen als ik 3000 abonnees heb? Als ik 3000 abonnees heb? Dus ja, als het nou stopt op de 2999... Ja, dan krijg je natuurlijk geen coole video of zo, hè? Nou ja, zet even onder in de reacties wat ik zou moeten doen. Ontmoet Butterfly. Begroet Butterfly. Waar is Butterfly? Oh, dat is Butterfly. Oh, wat een mooi paard. Oh. Butterfly stijgert. Doei. Een botervlieg. Hoor je niet? Oh, echt irritant. In ieder geval, jullie zijn gewoon zo'n groot deel van mijn leven. Dus, ja. En als iemand zegt bijvoorbeeld dat ik arrogant ben, dan ga ik juist zeggen dat ik arrogant ben. Omdat diegene dat dus zegt tegen mij. Ik wil jullie gewoon graag... Ja, ik wou geen vrienden worden. Omdat ik dus bang ben gewoon om mensen teleur te stellen. En dat is... Ja. Zoals ik al zei, mijn zelfvertrouwen was... laag. Maar nu... Het kan natuurlijk ook aan de middelbare school liggen, maar... Nou ja, vroeger... Als een kind van 14 of zo tegen me ging praten... Of 14, wat? 16 of zo tegen me ging praten van... wat doe jij nou weer? Dan zeg ik... Nou? Vroeger... Was ik bang dat die mensen me dan gingen uitschelden als ik iets zei, weet je wel. Maar nu ga ik gelijk erop in van, dan kan ik net zo goed aan jou vragen. Wat doe jij dan? Of zo, weet je wel. Dat is ook echt, als je naar de middelbare school gaat, echt. Je denkt nu echt van, ja, groep 8 is het leukste jaar en alles, maar... Geloof me, dan is het het leukste jaar. Maar zodra je in de eerste zit, dan denk je, wow. En dan denk je na een paar weken al, wow, waar was ik nou bang voor? En na een paar weken, meestal denk je dat eigenlijk allemaal na de eerste week. En de leraren zijn echt aardig, geloof me. Tenminste wel op mijn school dan, hè.
Bij mij werd er gezegd in de klas van ja, die leraren, dat boeit er helemaal niks als je een onvoldoende haalt. Nou, het boeit hun dus wel wat. Want als een meisje die doet bij mij, gaat bij mij een niveau lager doen. Maar dat vonden alle leraren oprecht niet leuk. Er was ook een meisje in mijn klas en die had een hersenkneuzing. Dat vonden ze oprecht stom. Maar zij is gelukkig wel overgegaan. Dus ja. En dat soort dingen. Ze zijn heel. Ze lijken best wel op je meester en juf van nu. Alleen het zijn er heel veel. En je maakt zoveel nieuwe vrienden. Tenminste, ik dan. Hè. Ik kan niet zeggen dat jullie zoveel vrienden maken. Maar. Gewoon doen zoals je bent. Nou ja, ik snap als je in het begin wat anders doet. Heel eerlijk gezegd deed ik ook een beetje in het begin wat anders. Omdat ik bang was dat mensen me niet aardig vonden. Maar op een gegeven moment, dan ontmoet je wel mensen waarvan je denkt van hier voel ik me wel fijn bij. Oh my god, eeuw. Maar op een gegeven moment moet je wel kinderen waarbij je je fijn voelt. Misschien is het niet in je eigen klas, maar in een andere klas. Nou ja, dan is het lekker in een andere klas. Dan maak je lekker veel vrienden in andere klassen. Je gaat bij die mensen vanzelf al in de pauze zitten. Nou, wij gingen nog met een andere klas op kamp. Jullie betekenen. Oh, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar. Oké, okay, ik kan jullie het best vergelijken met mijn zusje. Kijk, Anouk is mijn zusje. Anouk, die is heel aardig en zo. Maar ook irritant. Jullie zijn eigenlijk een beetje. Jullie lijken een beetje op haar. Het klinkt echt super lullig wat ik allemaal aan het zeggen ben nu, maar. Oké, okay, laat maar. Weet je. Poort. Dus ik wil gewoon. Ik weet niet hoe ik het uit kan leggen. Want als jullie mij zouden zijn. Ja. Ja. Als je mij bent, dan snap je me. Het is gewoon irritant. Nee, ja, dat weten ze nu al wel. Maar jullie betekenen echt, jongens. Jullie. Oké, okay, jullie zijn. Echt letterlijk alles voor me. Alles. Ik kan niet stoppen met praten over mijn YouTube-kanaal. Ik kan. Probeer iedereen te dissen altijd met. Met mijn YouTube-kanaal. Omdat ik zoveel YouTube-kanaal heb. En. Zoveel abonnees heb. En die kinderen niet. En. Jullie hebben me ook echt geholpen. Oh, sorry hoor. Weer zelfvertrouwen te krijgen, want die had ik even niet. En. Jullie zijn gewoon zoveel voor mij. Echt. Alleen het stalken. Ik vind het niet erg of zo. Maar kind, jullie denken allemaal dat ik voor iedereen tijd heb. Maar dan zou ik voor. Nee, Anouk, ik ben nu aan het praten. Jij hoeft niet alles. Oké,
Jullie zijn super veel voor mij. Ik kan niet stoppen met praten over mijn YouTube-kanaal en alles. Alleen... Jullie denken allemaal dat ik voor iedereen tijd heb. Maar dan zou ik voor ergens in eind 2000 mensen tijd hebben. Voor zoveel mensen. Terwijl ik eigenlijk ook gewoon een mens ben. Ik ben gewoon Judith Kingland. Ik heb dan wel een groot YouTube-kanaal, maar ik ben nog steeds zoals jullie allemaal. Ik ben allemaal, net zoals jullie allemaal, in level 0 begonnen. Ik ben net zoals jullie allemaal de eerste keer Star Rider geweest. Ik ben net zoals jullie allemaal de eerste keer een nieuw paard gekocht. Ik ben alles net zoals jullie. Ik ben hetzelfde zoals jullie. Alleen, ik heb een... Ja, en we doen natuurlijk mee op theezakje. Of wat? We rijden even op theezakje. En ja, morgen heb ik heel veel tijd. Want morgen ben ik... Oh nee, wacht. Ik heb vrijdag heel veel tijd. Oh, wow. Dit is een nieuw parcours. Begin opnieuw. Morgen heb ik niet zoveel tijd. Want mijn zusje heeft een liptip. En die gaat zij maken. Een liptip is een ding. Wat heel mooi is. Ik ben Anouk. Anouk, zou je alsjeblieft even met rust kunnen laten? Maar hij is aan het laden. Ja, dus. Ik heb niks te doen. Dus. Als hij aan het laden is, heb ik niks te doen. Ja, maar dan kun je eten. Heb ik al, ik heb mijn brein al afgezet. Anouk, ik hoorde dat hij net een geluidje maakte. Ja, hij is het nog niet hoor. Ga dan, maak... Oké, wat wil je heel graag doen? Ja, Simpson, maar hij is in mijn bladen. Ja, maar wat kun je ondertussen altijd doen als je even moet wachten? Naar de wc gaan natuurlijk, Anouk. Oh, wat een mooi paard. Spring, you can do it. Hij springt niet. Oh my god, hoe slecht. Hij kan niet springen. Judith kan niet springen. Judith kan niet springen. Judith kan niet springen. Kun je nu even ophouden? Nee. Als je dat quest eens een keertje doet van Star Stable, dan weet je waar ik het over heb. Ik kijk wel wat mensen zeggen tegen me, hoor. Het is niet dat fans niks voor mij betekenen of zo. Ik bedoel, mensen denken echt dat ik... Ik vind dat fans helemaal niks zijn of zo. Maar door jullie heb ik zo'n groot YouTube-kanaal. Natuurlijk vind ik dat jullie gewoon... Kom op. Het enige wat ik gewoon... Ja... jullie zijn soms heel irritant. Wat doet hij? Dus... Ik wil gewoon... Graag. Kijk, ik vind het... Jullie zijn echt cool, jongens. Echt waar. En ik heb ook echt...